Hallo. Kom erin. Ja, mogen we? Ja, kom erin. Koffie is klaar. Opnieuw drong het tot haar door dat hij er ongelooflijk begeerlijk uitzag in al zijn opwinding. Plagen, dat kon zij ook. Op haar beurt stak ze haar hand uit. Even checken of jij... Nee, je bent niet impotent, gelukkig. Impotent? Wat denk je wel? Zijn trots groeide in haar hand. Hoe vaak heeft u zelf in het proces van het tot stand komen van het boek rode oortjes gehad? Heb ik niet gehad. Nee. Je bent er wat gewend dan? Ik ben heel veel gewend, want 25 jaar Mona. Ik heb wel meer verhalen gehad van dit genre. Ik ben geen preut schoolmeisje meer. Schrijft u er makkelijk over, over seks, of spreekt u er makkelijker over? Nee, ik spreek er makkelijk over. Ik schrijf er ook wel makkelijk over. Maar ja, datingverhalen, ik bedoel, de daad moet je dan toch wel gaan beschrijven. Ja, dat op zich, en dan 15 keer hè, in dit boek, was een beetje veel van het goede. Mama, jou krabbelen, ja. Het meest bizarre is denk ik het laatste van Tamara. Dat is een vrouwtje wat een ingeslapen huwelijk had. Eén keer in het jaar hadden ze dan seks. Beetje weinig natuurlijk, hè. En die vindt alles goed. Hè? Die zoekt het op. Die laat ook alles over zich heen komen eigenlijk. En ja, dat is letterlijk. Het meest bizar. Letterlijk. Die heeft, is een of andere vent die ze ontmoet. En die is echt seksverslaafd. Ze verlangde naar hem. Heet! 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 Allemachtig! Heet! Ik hoef me er niet voor te schamen. Het is best een leuk boek geworden. Maar het is voor u ook voor het eerst dat u, laten we zeggen, een erotisch boek schrijft. Ja. Daar heb ik 81 jaar voor nodig gehad. Hè? Ja. Altijd nog een gevoel dat mijn vader over mijn schouder zit mee te gluren. Ik ben heel netjes opgevoed. En bepaalde woorden, dat mocht niet. Zou hij het lezen, dit boek, uw vader? Mijn vader is al jaren dood. Maar zou hij het lezen? Ja, gegarandeerd. Maar wat zou hij zeggen dan? Ja, tegen zijn dokter? Niet. Ik weet het niet. Hij had wel humor. Maar ja, in die tijd, dat was onmogelijk om zo'n boek te gaan schrijven. Hè? Maar heeft hij zelf ergens online, op internet, een profiel op zoek naar een date? Nee. Ik heb een partner al 30 jaar, een latrelatie. Dus ik heb hem niet nodig. Maar misschien als ik er geen had gehad. Ik weet wel een goede profielnaam voor je eigenlijk. En? Hoe is die? Mona. Oh mijn god, ik denk dat ik dan zoveel dates zou kunnen krijgen misschien. En wat gaat die schrijven op uw 283ste? Ik weet het niet. Ja, ik wil eigenlijk alles doen. Ik hoop dat ik nog heel lang leef en dat het... Nog meer seks? Kopie erop blijft zitten. Nou, even niet, denk ik. Tenzij het natuurlijk om een vervolg gaat vragen, maar... Even niet, nee. Zou je bijvoorbeeld wel eens de mannelijke kant hiervan willen beschrijven? Ja, maar die mannen ken ik niet, hè? Maar misschien is dat een idee voor een boek. Oh, dat zou een leuk idee zijn, ja. Potverdorie, wil jij gaan daten dan? Ja, waarom niet? Ik kan je aanbevelen bij de vrouwen, dus. Ja, dat is waar, ja. Nou, misschien is dat nog niet zo gek om het vanuit het oogpunt van een man te gaan schrijven. Ja, je brengt me wel op ideeën. Gefeliciteerd met uw boek. Dankjewel. En bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan.